Used Products, hier zijn we weer met een aantal nieuwe artikelen. Blijf kijken, want we gaan vandaag helemaal into Apple. Ook de grote merken die zijn rijk vertegenwoordigd bij Used Products in de Hintermanstraat 90A en op het Sint-Jansplein in Waalwijk. En dat is bij de bekende Wok die daar zit in Waalwijk. Je kunt altijd kiezen waar u naartoe gaat. Misschien vindt u het leuk om bij beide te komen. Zeker met de naderende feestdagen, de donkere dagen, dat alles toch hartstikke duur is. De winkel liggen vol met prachtige mooie cadeautjes. En ik kan u zeggen, beste kijkers thuis, dat het hier altijd om de beste prijzen gaat. En altijd met een maandgarantie. U gaat niet de deur uit met een risico, u krijgt een maandgarantie. Ik ga weer een aantal voorbeelden geven waar Used Products zeer dringend naar op zoek is. Kijk eens hier, gevraagd camera's, LCD-tv's, plasma-tv's, laptops, muziekinstrumenten, gereedschappen, sieraden, horloges, DVD's, spelcomputers. Nou, bedenk het allemaal maar, goed huishoudelijk apparatuur en alles wat daarmee te maken heeft. Waar ze niet naar op zoek zijn, zijn bijvoorbeeld meubels, kleding, schoenen, verzorgingsartikelen. Dus als u iets heeft om te verkopen, nou, ga dan eerst eventjes contact opnemen. Dan weet u zeker dat u niet voor niks komt. En als u wel komt, dan gaat u de deur uit met een goede prijs. Maar u kunt het ook op terugkoop zetten. U heeft even geld nodig. Dure maanden. En u heeft een product. Nou, pak eventjes het voorbeeld. Een iPhone 4. En die iPhone 4, die wilt u eigenlijk niet verkopen. Die wil u eigenlijk in terugkoop zetten. Dat betekent, u leent een bedrag bij Used Products. U zet het in het magazijn. Voor dat magazijn, daar wordt een opslagbedrag voor gerekend. Bijvoorbeeld, u heeft 50 euro geleend, dan betaalt u een tientje opslag. Zie dat gewoon als dat uw auto in de parkeergarage rijdt. En 28 dagen gaat u eruit, dan heeft u slechts een 10 euro op die 50 euro opslagkosten betaald. En de garantie is dan dat u altijd uw eigen artikel kunt terugkopen. Dus bent u ergens aan gehecht en heeft u geld nodig, dan zet u het in opslag met een terugkoopgarantie. 28 dagen is dat. Zegt u nou van ja, ik wil het toch eigenlijk iets langer laten staan, dan komt u gewoon op dat bedrag van 50 euro. En het kost dan een tientje die opslag. Komt u 10 euro betalen en dan verlengt u gewoon het opnieuw met 28 dagen. Dus heeft u op het eind van die 28 maanden, oh jee, ik wil het toch nog eventjes zo laten staan. Dan betaalt u alleen de parkeerkosten, de opslagkosten. Nou, mondvol. Kan me voorstellen dat u denkt, waar heeft hij het allemaal over? Maar de echte kenners, die weten het precies. Kom naar die Used Products hier in de Hintermanstraat 90A of Sint-Jansplein in Waalwijk. Een volle uitzending. Apple apparatuur. En we weten allemaal natuurlijk dat Apple het meest groot beursgenoteerde bedrijf van dit moment is. Ze gaan echt helemaal door het dak heen. En dat komt natuurlijk omdat de apparatuur van Apple waanzinnig goed is. Verschillende Apple producten die we in de winkel van Used Products hebben staan. Ik ga ze niet allemaal belichten en niet allemaal noemen. Want die specificaties, daar komt u maar lekker zo zelf voor hier naar de Hintermanstraat. Want daar nemen we dit programma nu op. Daar staan de artikelen die ik u nu zeg. Dus ga dan niet, bijvoorbeeld als u op zoek gaat naar de Apple iMac zoals ik hem hier heb staan. Gaat u dan niet naar Waalwijk. Want deze heb ik dus echt de artikelen hier in Den Bosch staan. Op de Hintermanstraat 90A. Ja, deze Apple iMac. 2 gigahertz. Een prachtige machine, lekker snel en enorm stabiel. Niet te vergelijken ten opzichte van Windows, waar we vaak een vastloper hebben. Dat zul je met iMac, nou, nooit wil ik niet zeggen, maar zeer zelden meemaken. Een compleet product hier, toetsenbord, muis, mooie machine, 17 inch scherm op die poot. Natuurlijk zit het PC gedeelte, de computer, ik mag geen PC zeggen, het iMac, het computer gedeelte zit hierin. Ga één keer de prijs verklappen en dan denkt u van, hoe is het toch mogelijk voor die prijs? €279,95. Kijk even goed naar dit prachtige iMac systeem, de iMac die hier staat. Dan ga ik er nog even iets bij pakken, om eventjes, die heb ik al uitgepakt, zojuist. Kijk, als we het toch hebben over Apple. U kent hem wel, hè, die aansluiting. Altijd een ramp, altijd kwijt, onderweg, thuis niet te vinden. Heeft iemand anders met een andere Apple iPhone of een iPod, heeft dat ding weer van je nachtkastje gepikt. Overal kosten die dingen rond de 30, 35 euro. Natuurlijk is dit een imitatie. Hier bij Used Products 15 euro. 15 euro, helemaal compleet om feilloos je apparaten te gaan opladen. Uploaden wou ik zeggen, opladen, dat is het woord. Maar er zijn meer Apple producten. Kijk eens eventjes mee naar deze. De iBook G4. Ik heb ze hier staan. Ik heb er hier nog eentje staan. Allemaal van Apple. Allemaal feilloos te gebruiken. Mooi, compact en lekker snel. En stabiel. Daar gaat het om. Maar we hebben ook de iPods en we hebben de iPhone 4. Bijvoorbeeld de iPhone 4 hier. Hier ligt opslag tussen de 16 en 32 gig. Ze staan hier in de etalage. Allemaal van Apple. Kortom,
Laat u niet twijfelen. Laat die gedachte niet twijfelen. Kom hier naartoe en kom kijken. Want dit soort producten gaat natuurlijk heel snel. En ik weet, die feestdagen komen eraan. Vergeet dan ook niet dat u die maandgarantie krijgt. Een volledige maandgarantie op dit soort systemen. Deze Apple iMac, €279,95. Als u snel bent, dan haalt u hem in huis. Bent u niet snel, dan is een ander u voor geweest. Zo simpel gaat het gewoon. En zo zal het ook altijd zijn hier bij Used Products. Veel producten over de hele range in de winkel, die continu verspringen, continu verwisselen. Zoveel te zien en zoveel te koop. Ga naar de winkel en zie wat de normale prijzen kosten. En ga naar Used Products, waar de prijzen soms tot 50% van de normale winkelprijs lopen. En dat allemaal natuurlijk ook inclusief BTW. Dus ook nog 21% die u bespaart. Ook inclusief BTW. En met een maand garantie. Kijk nog even mee naar de verschillende Apple producten bij Used Products. En geniet van die prijzen. Maar ben er wel snel bij. Apple. Hier bij Used Products in de Hintermanstraat.